Hoe ga je om met mensen die hun eigen verhaal steeds moeilijker kunnen vertellen? Hoe help je hen om zich goed te voelen? We delen enkele basistips van Expertise Centrum Dementie om samen warme momenten te beleven. Je ontdekt ook de gratis Prisma-applicatie die je hierbij inspireert. Dementie begint meestal met vergeetachtigheid. Het korte termijngeheugen laat het meer en meer afweten. Men vergeet heel voor de hand liggende dingen, zoals de namen van de kleinkinderen, of waar de bril ligt, of waar de sleutels liggen. Oudere herinneringen blijven wel langer hangen. Deze verhalen over vroeger bieden een houvast en erover praten kan een bron van rust en vreugde zijn. Hoe was het leven bijvoorbeeld in de jaren 40 of 50? Wat waren populaire sporten of bezigheden? De Prisma-app inspireert met foto's en video's van toen om leuk te babbelen over vroeger. Je kan er trouwens ook zelf familieherinneringen aan toevoegen met foto's en teksten. Zo kan de hele familie deze verhalen koesteren op smartphone of tablet. Voor mensen met dementie gaat praten vaak niet zo vlot. Woorden die op het puntje van hun tong liggen. Maar die ze niet vinden. Woorden die ze door elkaar halen of niet begrijpen. Probeer dit te aanvaarden, zonder te betuttelen. Wees geduldig en blijf vooral echt luisteren. Wanneer het wat moeilijk gaat, kan je het verhaal op gang houden met aanvullingen of voorzetjes. Is de inspiratie op? Kijk dan in de Prisma-app voor een schat aan gespreksonderwerpen. Het is verbazingwekkend hoe goed we liedjes onthouden. Zelfs mensen met vergevorderde dementie kunnen vaak nog hele nummers meezingen of meeneurien. Golden Oldies in de Prisma-app zetten jullie zeker samen aan het zingen. Mensen met een gevorderde vorm van dementie leven meer en meer in een eigen wereld, zonder besef van tijd en ruimte. Hoe ga je daar best mee om? Speel vooral in op de gevoelens die horen bij die realiteit. Laat de situatie in hun hoofd zoals ze is, maar doe wel iets aan de onrust en het ongeduld die het met zich mee kan brengen. Je kan ook doorvragen naar het leven van toen. Zo ontdek je mooie verhalen over je dierbaren, verhalen die je ook kan vastleggen voor de rest van de familie. Probeer de gratis Prisma-app op Prisma.care. Kom meer te weten over omgaan met dementie op omgaanmetdementie.be.